Het is maar 14 kilometer van Helmond naar Eindhoven. Ze zouden met de fiets hebben kunnen gaan. De mannen van Willy Boessen in de rode shirt spelend. Maar dat gebeurde niet. De eerste kans is een fraai schot van Lens Duivenstein. De redding van Ruud Swinkels is absoluut noodzakelijk. Er gebeurde niet heel veel in de eerste helft in het Jan Lauwers Stadion. Ook een kansje voor de thuisploeg. Schot van der Zanden uit de draai. Geen problemen voor Stijn van Gassel. Pakt die inzet. Klem vast. Dan in de tweede helft. Veldoverwicht voor Helmond Sport. Met hier Juul Respen. Respen met de voorzet. En dat is een niet te missen kans. Voor Lens Duivenstein. Je zou zeggen, wisselen gelijk die spits. Maar ja, bij Willy Boessen zitten maar 3 man op de bank. Door omstandigheden maar 3 wissels. Onder wie 1 keeper. Een middenvelder en een verdediger verder nog. Helmond Sport gaat door. Duivenstein heeft wat goed te maken. Zet de volgende aanval op. Duivenstein denkt aan een schot. Maar ziet dan aan de rechterkant dat Rijt er beter voor staat. Boyd Rijt, de rechtsback, jaagt die bal over het doel van Ruud Swinkels. Opnieuw Helmond Sport in de aanval. Sander Verrijken. Verrijken met de paas en bijna een eigen doelpunt van Amervoor. Het loopt allemaal met een sisser af. Het is eenrichtingsverkeer wat kansen betreft. Maar dan zal je altijd zien in de slotfase 1 grote mogelijkheid voor Eindhoven. Zoveel kansen gehad in die tweede helft Helmond Sport. Dan is het hier 3-2 voor Eindhoven. Het schot is van Hugo Botermans en de redding van Stijn van Gassel. Het doelpunt zou zeer onverdiend zijn. Een 0-0, ja, gelijkspel, dat hebben beide ploegen nog niet meegemaakt dit seizoen. Nu wel.